Precies 30 jaar geleden liepen hier 60 ministers van over de hele wereld met maar één doel. Bindende afspraken maken om de CO2-uitstoot te verminderen. En het lukte ze bijna. Het was de eerste keer dat we would plant a flag all of the countries in new territory. Of recognition that this is a foremost problem facing the world. Als we toen actie hadden genomen, hadden we beneden de 1,5 graad kunnen blijven. Dat wordt nu nagenoeg onmogelijk. Ik denk als je kijkt naar de geschiedenis van het klimaatbeleid, dat Noordwijk een keerpunt had kunnen zijn. Op de klimaatconferentie in 1989 kwam de wereld dichter dan ooit bij bindende afspraken die grote klimaatproblemen hadden kunnen voorkomen. Maar dat lukte niet. Wat ging er mis? En waarom blijft het zo lastig om tot afspraken te komen? Voor dit verhaal spoelen we terug naar de jaren 80. For years, scientists have theorized about the dangers of the so-called greenhouse effect, the warming of the Earth's atmosphere due to the burning of coal and oil. And in recent months, research has uncovered facts to support that theory. In de jaren 80 verzamelen wetenschappers steeds meer bewijs dat de mens de aarde opwarmt. Gealarmeerd over de gevolgen, zoals een stijgende zeespiegel, pleiten politici van links tot rechts voor actie. The global threat of climate change. Human activities are changing the atmosphere in unprecedented ways. We have to work to solve these problems on a sound scientific basis. In 1988 besluit milieuminister Nijpels daarom de eerste internationale klimaatconferentie te organiseren. Hier met uitzicht op de stijgende zeespiegel hoopt hij de basis te leggen voor een juridisch bindend verdrag dat de uitstoot van CO2 moet beperken. Voelt dan op een gegeven moment aan, ja jongens, als dit echt de waarheid is, dan is dit ongeveer het grootste milieuprobleem van onze tijd en van de komende 50 jaar. En dan moeten we met elkaar daar wat aan doen. Laten wij gewoon een ministersconferentie organiseren en Nederland is bereid om dat te doen. Het zijn optimistische tijden. De Koude Oorlog loopt ten einde. En het is de wereld net gelukt een internationaal verdrag te sluiten om het gat in de ozonlaag te verkleinen. It's being called an unprecedented display of international cooperation to protect the world's environment. The Montreal Protocol, signed today, aims at stopping the deterioration of the ozone layer in the atmosphere. Pier Vellinga is destijds Nijpels rechterhand. Het is zijn taak om de conferentie goed voor te bereiden. Het was toen gelukt om één zo'n groot internationaal probleem onder de knie te krijgen. Dus er was een soort mondiaal optimisme met internationale klimaatverdragen. En er was bijna euforisch gevoel, dit gaan we doen. Ik wist dat het ging toen om een van de grootste milieuproblemen. Het was ook duidelijk dat dat gewoon de komende 30, 40 jaar toen, in 1989, dat dat zo lang zou blijven spelen. En ik dacht gewoon, ja, als ambitieus milieuminister, dat gaan we in Noordwijk oplossen. En dan is het zover. Op 6 november 1989 gaat de internationale klimaatconferentie van start. Met uitzicht op de al maar stijgende zeespiegel praten maar liefst 60 milieuministers over wat wel de redding van de aarde wordt genoemd. Hier moeten de eerste afspraken worden gemaakt voor de bestrijding van het gevreesde broeikaseffect. 68 landen sturen een minister, waaronder China, Japan, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten sturen milieuminister William Riley. Bill Riley, dat was zeg maar mijn evenknie Amerikaanse milieuminister, die stond eigenlijk heel positief erin. Dus die wilde wel stappen zetten. Nijpels is correct that I did want to see us make a specific commitment and to drive for it. The conference was a milestone. It was the first time that our government engaged this issue and the worldwide cooperation that it promised. Als je het zo hoort zou je denken, wat kan er nog misgaan? Maar Riley komt niet alleen. The conference delegations typically were chaired by the environment ministers. And the chief of staff, our chief of staff, was quite nervous about my doing that. So he bumped me in favor of the science advisor, who was skeptical about climate. Bill Riley, die kwam al zeg maar bedrukt hier binnenlopen. En die vertelde hem al, het gaat heel lastig worden. De chefstaf van president Bush, John Sununu, gelooft niet in klimaatverandering. En hij wil niets weten van internationale verdragen en juridisch bindende afspraken. En op deze manier weet hij te voorkomen dat Riley te veel toezeggingen doet. Ronald Reagan was natuurlijk wilde zo ver mogelijk gaan.
Maar door die speciale bewaker van de Amerikaanse president erbij, werd hij scherp in de gaten gehouden en kon hij niet te veel stappen maken. Op een gegeven moment gaat dat als een running gag rond. Kijk eens, de bewaker van de Amerikaanse minister. Dus die werd ook zo een beetje aangekeken. Het heeft ze nog maar ontbroken dat ze niet massaal hier in de zee hebben gedumpt. En zo wordt in Noordwijk ook voor het eerst de weerstand zichtbaar tegen internationale klimaatafspraken. In de persoon van John Sununu. Sununu wilde ons niet te woord staan, maar hij sprak wel met journalist Nathaniel Rich. He said that he believes that even if the US signed the treaty, and even if it compelled all of its allies to do the same, he doesn't believe that the countries would live up to the language of the treaty. And he might be right, of course, we'll never know. But I do think that if ever the US was able to compel other nations to live up to a treaty that it had provided leadership negotiation, we could have then. Milieuminister Riley wordt dus teruggefloten door het Witte Huis. Het blijkt de nekslag voor de conferentie. It was the expectation of environmentalists that we would commit to specific reductions. They supported the NIPLS position. They were very disappointed and very critical, particularly of the United States in America, that we did not do that. Ja, we hadden nog hoop. En uiteindelijk bleek, naarmate de conferentie vorderde, dat het steeds lastiger werd. Dus in plaats van reductie gingen we toen praten over stabiliseren van de uitstoot. En dat bleek al heel moeilijk te zijn. Op de laatste dag van de conferentie is duidelijk dat de Amerikanen zich niet willen vastleggen. Ze weigeren bindende afspraken te maken over minder CO2-uitstoot. Japan en het Verenigd Koninkrijk willen er ook niet aan. En ook de Sovjet-Unie voelt niet voor zulke afspraken. Wat volgt is een laatste nacht van onderhandelingen in een poging de Amerikanen toch over de streep te krijgen. De hele avond gaat Leipels door met lobbyen om zoveel mogelijk internationale steun voor zijn plannen te krijgen. There's this surreal scene of this final negotiation meeting at the hotel, and it's the one meeting that the activists aren't allowed to enter, and so they're stuck waiting in the hallway. But in the middle of the night, as clearly things are getting desperate, the Swedish minister comes out, and one of the activists says, "Well, what's going on?" for the 100th time, and the Swedish minister says, "Your government is fucking this thing up." And that's when they realized what indeed was happening and what happened. Geen harde afspraken op de internationale milieuconferentie in Noordwijk. Op de tweede en laatste dag blokkeerden Japan en de Verenigde Staten een verdrag over de beperking van de milieuvervuiling. Als Amerika de overstap had gemaakt, en dat zag er een jaar voor die conferentie veel beter uit. Maar in Amerika was gewoon wat er gebeurde, was dat in Amerika werd de industrie wakker. En Bush en de industrie, nou, dat waren dikke maatjes. Dus Bush werd ook gealarmeerd. En dat leidde er vervolgens toe dat Bill Riley, die aanvankelijk veel meer meebewoog, dat hij eigenlijk een beetje werd teruggefloten door zijn eigen regering. I did think, that consoled myself thinking that this is very early in the administration and there's time. Well, it turned out there was time, but we didn't use it. In retrospect, it's the closest that we've come to any kind of binding international agreement. After the process at Noordwijk failed, we really never got that close again. Het aanvankelijk optimisme om er samen uit te komen loopt een flinke deuk op. En na Noordwijk komt de tegencampagne van de klimaatontkenners pas echt op stoom. Vooral in de Verenigde Staten worden honderden miljoenen uitgegeven door een tegenlobby van met name de olieindustrie. Eerst benadrukken ze vooral de onzekerheid, maar uiteindelijk wordt de hele wetenschap van klimaatverandering in twijfel getrokken. Ik was het jaar daarna bij George Bush op bezoek. Hij had een conferentie over het White House effect. Toen heb ik hem persoonlijk mogen spreken op de lawn, gewoon even op het gras. Even 5 minuten gesproken, ik zei: "Meneer Bush, hoe kan dat nou, u snapt het broeikaseffect, dat Amerika niet hierin meegaat?" Hij zegt: "Joh, hoe kan ik dat nou doen? Ik ben gekozen door de oliecenten, door de oliebedrijven. Die hebben mij geld voor de verkiezingen gegeven. Ik kan toch niet tegen hen ingaan?" Nou, dat was voor mij een eye-opener. Dat ik, shit, zo werkt de wereld. Als je me toen had gevraagd, toen na die conferentie, nou, dit is niet helemaal gelukt. Maar we hebben een paar stappen gezet. En hoe lang gaat het nu duren? Dan had ik gezegd, nou, een jaar of 3 of 4. Maar dan moet het wel rond zijn.
Maar het lukt pas 26 jaar na Noordwijk om internationale klimaatafspraken te maken over minder CO2-uitstoot. En dat klimaatverdrag van Parijs is niet bindend. De Amerikaanse president Trump is inmiddels begonnen zijn land uit het klimaatverdrag terug te trekken. Ik denk, als je nu aan heel veel mensen vraagt, Noordwijk en klimaat, dat ze denken aan de zomer en een zwempak op het strand. Maar heel weinig mensen weten maar dat we eigenlijk in Noordwijk heel dicht zaten bij een politieke omslag. En het is natuurlijk jammer dat we inmiddels 30 jaar hebben gedaan om uiteindelijk een verdrag in Parijs te krijgen. Als we 30 jaar geleden echt hadden doorgezet en de industrie had meegewerkt, hadden we nu al minder zware orkanen gehad. De komende 20, 30 jaar kun je elke week in de krant een klimaatramp vinden. The extraordinary implications of not having acted in 1989 are that we have since that date seen more emissions of greenhouse gases than in the whole previous history. That is a tragedy. 30 jaar na Noordwijk neemt de CO2-uitstoot wereldwijd alleen nog maar toe. In Noordwijk in 1989 was de hoop dat de opwarming onder de 1,5 graad kon blijven. Maar nu stevenen we af op 3 graden opwarming. En dat allemaal omdat het hier 30 jaar geleden net niet lukte. Wil je meer van dit soort verhalen zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.